Cape Cod houten gevelbekleding van Plastica is gemaakt van Lodgepole Pine. Dit houtproduct geeft een unieke eigen uitstraling aan iedere gevel. Door de lakafwerking en houtdroging zijn de planken zeer duurzaam. Cape Cod is weerbestendig, onderhoudsvriendelijk en draagt bij aan CO2-neutraal bouwen. Cape Cod is in verschillende types verkrijgbaar. Afhankelijk van het type kan deze horizontaal en of verticaal toegepast worden. De bevestigings- en afwerkingsmiddelen zijn verkrijgbaar in bijpassende kleur. In deze video ziet u hoe Zweeds rabat en channel siding gemonteerd worden. Bij de installatie van gevelbekleding moet onderscheid gemaakt worden tussen houtskeletbouw en traditionele bouw. In het geval van houtskeletbouw moeten extra voorbereidingen worden getroffen. Plaats hiervoor achtereenvolgens dampdichte folie aan de binnenzijde van de gevel, isolatiemateriaal en tot slot aan de buitenzijde dampdoorlatende folie. Vanaf dit punt is de montage van Cape Cod gelijk. De planken worden gemonteerd op een verticaal regelwerk waarvan de maximale hard-op-hardafstand 400 mm bedraagt. De regels dienen tenminste 50 mm breed te zijn. Om condensvorming te voorkomen is het noodzakelijk een volledige doorgaande ventilatieruimte van minimaal 20 mm achter de planken te creëren. En zowel aan de onderzijde als bij de daktrim moet een minimale ventilatieopening van 1 vierkante decimeter aangehouden worden. Het regelwerk moet dan ook minimaal 20 mm dik zijn. De bouwfolies moeten goed bevestigd zijn zodat dit de ventilatie niet kan belemmeren. Bij het inkorten van de planken moeten de kopse kanten opnieuw worden geschilderd met 2 lagen lak om de kwaliteit te waarborgen. Dit geldt ook voor eventuele beschadigingen. Nu wordt Zweeds rabat horizontaal bevestigd. Dit gebeurt met nagels van roestvrij staal A4 met poedercoating in kleur, gerild met een bolle kop van 2,7 bij 50 mm. De montage gebeurt op enkele belatting van beneden naar boven, waarbij de eerste plank minimaal 200 mm boven het maaiveld komt. De nagels worden bij de brede Zweeds rabat 25 mm uit de onderkant en 80 mm daarboven aangebracht. Bij de smalle Zweeds rabat is het gebruik van 1 nagel voldoende. Voor eventuele werking is het belangrijk in de breedte expansieruimtes van 3 mm ruimte vrij te houden. Bij een verticale bevestiging van Cape Cod moet altijd met dubbele belatting worden gewerkt. Bij de smalle channel siding worden nagels 25 mm van de kopse kant gemonteerd. Bij de brede channel siding worden 2 nagels gebruikt. Voor de afwerking zijn er Cape Cod lijsten en hoekstukken. Meer informatie over Cape Cod gevelbekleding en de uitgebreide montage-instructie van overige types vindt u op plastica.nl.